Voilà, beste mensen, ik ben hier op de baan naar Terneuzen. Dus dat is hier de baan Gulst-Zaanslag-Terneuzen. Dus zoals je ziet, redelijk druk verkeer. Maar ook geen file. Dus dat is hier ook de baan waar de bus regelmatig te laat komt om in Terneuzen over te stappen. Dus wie een abonnement heeft en zo verder, moet toch nog de fiets gebruiken om zeker te zijn dat hij zijn overstap niet mist. Voilà, en daar komt de bus aan, de bus 10, richting Zaanslag, Vogelwaarde, Kloosterzaan, De Gulst. Dus zoals je ziet, het is niet dat er hier filevorming of zo is. Voilà, maar het is vaak op die baan hier. En ik zeg, als die 5 een vertraging heeft, verlies je overstap. Dus in beide richtingen. En hier is er ook nog een tweede bus, de 601. Terneuzen, dat is een rijschool. Ja, ik dacht het al, want ik zeg, er komt 1 bus per uur. Ja, ook niet te vergeten door het feit dat er maar 1 bus per uur is. En je hebt je overstap enkele minuten. Nee, als die bus te laat is, die enkele minuten, moet je opnieuw een uur wachten om je overstap te halen. Dus je kan begrijpen, als je ergens naartoe moet, je kan zeggen ik neem de bus een uur vroeger, maar het lost niets op, want vaak heb je dus die bus dan een uur later en moet je dan nog een keer een half uur wachten op de volgende bus. Dus ik ben bij wijze van spreken 2 uur onderweg voor misschien 10 à 20 kilometer. Voilà, nu nader ik hier Terneuzen.